dan? Nou, vragen zich mensen af of het misschien pijnlijk is als Ajax de Europa League wint in het seizoen waarin Feyenoord kampioen wordt. Dat valt er wel mee. Daar heeft Jan een uitleg over. Wat wil ik dat? Oh, wat ik net gezegd heb. Financieel. Ah, financieel. Ja, maar, oh. Ja, dat zijn we de probleem hier. Nu gaan we de boekhouder horen. Ik gun het ze van harte, maar... Nu gun het ze helemaal niet van harte. Nee, dat wou ik net zeggen. Maar nou heb ik gehoord dat er 35% moeten ze denken dan? Ja, dat ze de aardig moet geven. Ja, dan moet ik even anders denken, Wilfried. Ja? Jij niet? Nou ja, wacht nou even. Kun je niet denken in het belang van het Nederlandse voetbal, Jan? Dat nou, ik vind wel, kijk, ik vind wel... Voor mensen die het snappen, Feyenoord krijgt anders die pot alleen. 20 of 25 miljoen, geloof ik. En anders moeten ze het delen met een andere club. Of tenminste een groot gedeelte afstaan. Nee, een andere Nederlandse club dan. Ik vind ook wel, Jan, weet je wel, we moeten ook wel een beetje reëel blijven. Ik ga met jou in die fontein springen zondag. heb ik jou beloofd. Ik vind het hartstikke leuk dat Feyenoord kampioen is, zeker voor jou. Maar dan gaan we ook die week erop, daarna als Ajax, dan gaan we ook op dat Leidseplein staan. Ja, 100%. Nee, maar echt waar. Ja. Jij met je Feyenoord shirt aan. Dan, ja. Dan gaan wij op dat gaan wij net staan. Ja, we klimmen de beeld, man. Ja, natuurlijk. Lekker, man. Dat doen we dan ook, hè? Dat zou karakter zijn, hè? Dat zou karakter zijn. Nou, nee, het viel mij heel erg mee. Ik denk nog dat ze dat leuk vinden ook nog als je komt. Nee, maar het zou echt fantastisch zijn als ze de Europa League zouden winnen. Ja, nou, onbegrijpelijk, dat hadden we niet voor mogelijk gehad. Nee, maar Johan, het zou ook wel vreselijk zijn als je nu nog weggeeft natuurlijk. Hè. Ja. Wat wel kan, hè? Nee, maar als je gewoon... Ja, maar Jan, tegen Schalke schieten er ook in 4 minuten. Nee, kan. Het kan, hè?